Dave Roefink die sluit een moeilijke periode af. Nadat hij in september te maken krijgt met een terugval, laat hij zichzelf opnieuw opnemen in een afkikkliniek. Bij terugkomst krijgt hij te maken met nog een tegenslag. Hij en Jesslyn die gaan uit elkaar. Maar na alles is het nu tijd voor een nieuwe stap in zijn leven. 2023 was niet mijn allerbeste jaar. Begin deze maand maakt Dave bekend dat hij en zijn vriendin Jesslyn uit elkaar zijn. Wij zijn gewoon al eigenlijk ruim een jaar echt uit elkaar gegroeid. En dat houdt zich dan bij elkaar door een kind. Ik denk dat veel mensen dat wel herkennen als dat vuurtje op een gegeven moment is gedoofd. En je gaat alle twee een beetje je eigen ding doen. Dan is de liefde toch een beetje weg. Dien is 2,5. Ik heb het idee dat hij het niet doorheeft. Ik ben eigenlijk veel meer met hem nu dan vroeger. Ik heb hem nu echt 3,5 dag vast. Dus daar geniet ik ontzettend van. En hij is nog steeds heel blij en vrolijk. En we zorgen dat hij er zo min mogelijk van merkt. Toch brengt het co-ouderschap wat ongemakken met zich mee. Het is best wel even kloten nu natuurlijk, weet je. Ik leef uit tassen, ik slaap half bij een gabber van me. En de dagen dat ik die kleine heb, ben ik lekker bij mijn moeder. Omdat hij dan zijn eigen kamertje heeft. Die wil ik ook niet bij een vriend in huis nemen, weet je wel. Dus ja, het is eventjes tas in de auto, tassen overal. En druk op zoek naar een woning. Maar dat gaat goed komen. Gelukkig is hij na rehab zijn verslaving de baas. Ik zit goed in mijn herstel. Het is echt 0,0. Het is, bij een verslaafde werkt het eigenlijk altijd zo dat je of niks neemt of je neemt alles. Op het moment dat ik er eentje neem, dan schreeuwt alles in mijn lichaam om door te gaan. Ik heb genoeg vrienden en familie om me heen die drinken. Kijk naar mijn vader, die houdt ook van een lekker wijntje. Het is nou niet zo dat ik denk van ik ga mijn vader aankomende half jaar niet meer opzoeken. Het is mijn probleem, ik moet ermee om leren gaan. En ik moet goed aanvoelen van wat trek ik wel en wat trek ik niet. En dat gaat heel goed. Ik ben natuurlijk net weer terug uit de kliniek. Ik heb naar aanleiding van mijn laatste post heel veel berichten van mensen die in hetzelfde verhaal zitten. Daarom heb ik eigenlijk besloten om mijn platform wat meer in te gaan zetten om mensen te helpen. Ik zou liegen als ik het niet ook voor mezelf doe. En als mensen daar wat van mee kunnen nemen en daar zelf ook wat aan hebben, dan ben ik super blij. Ja, knap dat hij er zo openhartig over vertelt. Nou, al is het maar omdat hij verbaal zo sterk. Ik heb niet één keer gehoord, bijvoorbeeld. En dan de inhoud van zijn verhaal mag er ook wel zijn. Want ja, hij heeft inderdaad een verschrikkelijk jaar meegemaakt. Ik denk niet dat hij gelijk heeft als hij zegt dat heel veel mensen zich erin zullen herkennen. Dat je een jaar na de geboorte van je kind al merkt dat die relatie... dat is gelukkig bij de meeste mensen niet het geval. Maar ja, zijn verslaving heeft hem achtervolgd. En daar heeft hij de juiste maatregelen nu voor genomen om herhaling te voorkomen. Kijk, als je een verslaafd bent... En DJ, dat lijkt me nou een vrij dodelijke combinatie. Nou, dat is ook wel gebleken. Dus hij stopt met dat DJ'en. En dan is hij dringend op zoek naar een andere bron van inkomsten. En dat lijkt er toch wel op, dat die filmpjes die je net zag... dat hij het in die hoek gaat zoeken. En dan, ja, dat is wel knap dan. Hij kan natuurlijk zien bij zijn broer Donnie hoe dat werkt. Die heeft miljoenen views op zijn naam, net als vader Dries. Die heeft met zijn tegenovergestelde filmpjes het inschenken van die wijn... 78 miljoen bezoekers. Dat is echt wat wereldsterren halen. En onze Dries. En ja, Donnie heeft dat ook, maar die heeft fitnessvideo's. En dat is echt wel een bron van inkomsten. Ja, en van die receptenvideo's. Ik zie nog wel eens bij Donnie filmpjes voorbij komen... dat je denkt, oeh, dat is een lekker gerecht. Die gaan we gewoon even maken. Maar dan heb je het over Donnie zelf. Deze zat er ook helemaal niet aan te komen. Maar hij heeft zo'n following. Dus hij kan met van alles en nog wat. Hij kan, ja, dat weet jij ook. Heel veel mensen met heel veel volgers... die verdienen er natuurlijk heel veel geld mee. Dus wat dat betreft kan hij prima zijn broek ophouden. Ja, ook zonder dat stoppen... Zonder dat DJ. Ja, en spons. En daar moet hij echt mee stoppen. En hij moet verhuizen. Nou, dat is dan ook gebeurd. Ik zit niet meer op het lijstje. Maar is het ook niet slim omdat hij de sociale druk voor zichzelf ook opvoert? Want als je alles laat zien... Als je dan op een gegeven moment over de scheef dreigt dan kan iedereen in je omgeving zegt ook, wat ben je aan het doen? Nou, hij werkte onder andere samen met Najib. En kijk, als flinke stok achter de deur. Als jij nu echt als de verslavingsdeskundige gaat profileren... Ja. En je gaat de fout in, ja, dan haal je handel inderdaad wel heel erg onderuit natuurlijk. Ja. Want niemand gaat in de leer bij iemand die zelf voortdurend de fout in zou gaan. Nee. Dat is dan ook niet het geval. Die stok is er nu. En als je het in die hoek gaat zoeken, dan denk ik dat het wel een succes kan worden. Nou ja, en we hebben in het verleden gezien dat het heel succesvol is. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hun verslaving lekker uitbuiten. Hallo, ik ben Najib en ik ben verslaafd. Ik heb samen met mijn compagnons hebben we een recovery opgericht. Maar niet alleen Najib Amali helpt mensen met hun verslaving. Ferry Doedens deelt zijn eigen ervaringen in zijn theatershow. Het is gewoon mijn eigen verhaal eigenlijk een beetje. En ik was best wel een beetje zenuwachtig ook. Dat dan zoveel mensen ook de moeite nemen om hier naartoe te komen, dat vind ik echt alleen maar te gek. En wat Ferry op het toneel doet, doet Dan Carity in een boek. If the book helps other people realize that they're not alone and that there is something better for them out there and people will understand, then it's a win.
BN'ers als Koen Pieter van Dijk, Tino Martin en André Hazes kiezen ervoor om hun verhaal in een documentaire te doen. Ik voel ook dat het mijn plicht is om er iets mee te doen wat ik nu heb geleerd, waar ik nu sta, waar ik vandaan kom. Dat vind ik belangrijker dan dat ik denk, ik doe vier keer Ahoy omdat het veel knaken oplevert. Ja, best wel wat BN'ers die inderdaad hun ervaring... Best wel wat. Er zijn bijna zijn er nog mensen die er, niet verslaafd zijn, ga je bijna afvragen. Met kerst was de theatershow van Najib op onze eigen SBS6. En daar heb ik met heel veel plezier naar gekeken hoe hij zijn eigen verhaal onder woorden bracht en afrekende met dat verleden. En ik vond het zelfs indrukwekkend. Maar ik vind niet alle docu's even interessant. Nee, maar als theatershow van Najib over de verslaving en wat er allemaal gebeurde daar in huis. Ja. Maar Bart, zie jij het echt zo als BN'ers die hun verslaving uitbuiten? Of kan het ook gewoon zo zijn dat zij denken, ik heb een groot bereik, het is mij gelukt? Nou, zij zullen ook benaderd worden door productiemaatschappijen. Want die denken natuurlijk, daar is een verhaal te halen. En die verkopen dat op hun beurt dan weer aan de videolanden van deze wereld. Dus het is helemaal niet zo dat ze zelf waarschijnlijk enorm lopen te leuren met, joehoe, ik ben verslaafd geweest en kunnen we een documentaire maken. Maar ja, is het allemaal even interessant? Nou, we hebben aan Ferry Doedens gezien, die zaal zat alleen vol bij de première. En daarna is er bijna geen hond meer geweest. Dus dat was duidelijk geen succes. Ik vraag me ook af of al die boeken van al die BN'ers over al die verschillende verslavingen... Ja, op een gegeven moment weet je het wel. Of zitten jullie iedere keer weer likkebaardend voor de televisie als er weer een... Nee, of ze worden moeder en dan heet het boek Ik ben moeder. Iedereen. Die BN'ers moeten ook hun geld verdienen.